Dit is de wereld van vandaag. Moderne transportmiddelen, grote mensenmassa's en een overvloed aan lawaai. Hoe was het vroeger, eeuwen geleden? Ja, anders. Maar hoe ging het toen precies en vooral, hoe klonk het? Het Utrechtse Festival Oude Muziek viert ieder jaar de muziek uit lang vervlogen tijden. Uit de middeleeuwen, de renaissance en de barok. Dit jaar is er uitgebreid speciale aandacht voor de Engelse muziek uit de 17e en de 18e eeuw. Jit, als adviseur van het festival heb je je uitgeleefd in de Engelse muziek. Bij Engeland stel je van alles voor. Als ik zeg Engels of Engeland of Engelse muziek, wat roept het dan in eerste instantie bij jou op? Eigenlijk, we hebben heel lang gediscussieerd op kantoor voordat wij met de programmering begonnen over Engeland en wat dat betekent. Wat is nu eigenlijk Engelse muziek? Bestaat Engelse muziek? Waarom klinkt dit Engels? Of verzinnen we dat? En we kwamen heel snel op het idee dat Engeland voor velen een land van traditie is. Wat wij willen aankaarten is dat traditie ook ergens begint. Door mensen is begonnen. Komt niet uit een oerslijm met de mens mee evolueren of wat dan ook. Het is gewoon iets dat een keer gestart wordt. Waarom zich mensen heen verzamelen, dat een community vormt. Kun je een voorstelling maken van die tijd en die muziek? Natuurlijk, de verbeelding wordt aangewakkerd. Iets spreekt tot je verbeelding. Je kunt naar een foto kijken van een paleis of een landgoed of een oud huis. En je kunt een voorstelling ervan maken hoe het zou zijn om daar rond te lopen. Maar dat is niet hetzelfde als daar echt geweest zijn. Dat is een wereld van verschil. Engelsen houden van tradities. En juist daarom zijn sommige plekken zo goed bewaard gebleven dat het leven uit voorbije eeuwen er nog voelbaar is, tastbaar. Neem bijvoorbeeld Boughton House, een eeuwenoud landhuis in de buurt van het plaatsje Kettering. Hier heeft de tijd stilgestaan. Hier kom je, zo lijkt het, echt in de buurt van de 16e en de 17e eeuw. De eigenaar is een hertog, Duke Richard Buccleuch. I'm fortunate enough to spend part of my life living at lovely Boughton House, which came into my family almost 500 years ago when an ancestor of mine, Sir Edward Montague, bought it. It is something of a time capsule. Although it has these distinct English and French periods in the 16th and 17th centuries. Come 1749, when the second Duke of Montague died, there was no direct male heir. So the house passed through the female line twice. And as a result, it fell into the hands of the Buccleuch family, who had many other properties in Scotland and in England. And it became a house for only very occasional use. So for 150 years, maybe a little more, nobody was tempted to modernize it or change it. It went to sleep as a house. All those many people who were needed to look after
the horses and the carriages, the grooms, and the young stable lads, they would have all stayed up here. And we still have, and we've kept quite deliberately some of the old plaster work, the traces of graffiti, which over the years they've written little pencil notes and the notes of amounts of material, of the hay, of the people who were working here. Here's what they were, the name Patrick, and perhaps what he was paid at £3.01 for his annual wage. And I see here the date, 1857, January. Some of them are pretty rude about the Duke of the day. They perhaps weren't satisfied with their pay or working conditions or whatever, and they took it out on the wall hoping that nobody would see. But here we are, 200 years later, reading the truth of what they felt. Ook bij de Engelsen is het iets wat eigenlijk al vanaf het begin in beweging is. Nou, traditie is iets waar mensen grote waarde aan hechten. Ik heb een prachtig voorbeeld. De eerste keer dat ik naar Engeland ging, heb ik een ploughman's lunch besteld. En ik dacht, nu eet ik precies wat een 18e-eeuwse boer op een wei heeft. Maar de ploughman's lunch heb ik online opgezocht. En dat is in de 50er jaren van de 20e eeuw bedacht. Omdat ze meer kaas wilden verkopen in Engeland. Dus dat is nu een traditie. Het is nu een begrip. En ik vind het ook heel erg lekker. Maar ik vind het nog lekkerder als ik denk dat het traditioneel is. I think one of the great discoveries for me and my wife when we inherited the house was that buried in the basement is an extraordinary rich archive of music, which had been collected over 150, 200 years in the 17th and 18th centuries. As we explore those archives, we understand more and more the nature of the way in which people used them. We have a lovely painting by Marcellus Laroon showing a concert in Montague House. Nowadays, I'm afraid we tend to have our concerts in the typical format with rows of seats and everyone is very silent. But if you look at this wonderful painting, you get a very different sort of musical performance, one in which people carry on with the routines of life. You see people on a long table eating a meal while probably ignored and rather frustrated. You have somebody playing a harpsichord and a singer in full voice. And of course, sadly, nowadays we rely on importing our entertainment through the television and the radio. But in the 18th and 19th century, whatever your station in life, the music you enjoyed was the music you created. And I think life was richer for that. Is er een pure Engelse muziek die jullie gaan presenteren in het festival? Er zijn onderdelen, daar zijn harmonische wendingen die we nu typisch Engels vinden. En dat gaan we ook toelichten. Therese de Goede gaat daar een heel zomerschool aan toewijden. Maar er waren altijd invloeden van Italië en van Frankrijk. Dus hoewel het een eiland was en afgezonderd van het continent, heeft het degelijk wel invloeden van de rest van Europa opgepikt. Dus dat willen we ook laten zien. Mooi, mooi. Amarilli di Giulio Romano, getiteld, deze melodie. Wat is hier, Therese, Engels aan? Ja, dat is gek, hè? Een Italiaanse titel voor een Engels stuk. Ja. Het stuk is eigenlijk van Caccini, deze Amarillis. Het is een bekende melodie. Heel bekend, ja. Heel bekend. En in het origineel gaat dat ongeveer. Ik speel de bas hier en dit is de zangpartij. Dus heel simpel. Ja. En wat Peter Philips dan doet, is het ook eerst toch nog redelijk simpel de eerste keer laten spelen. Maar dan wel al wat van ornamentiek erin. Dus met een grote tap en loopjes en zo. En ja, je kunt je dan afvragen, is dan wat hij ermee gaat doen echt Engels? Ja. En daar kun je alleen maar achterkomen als je het dus echt gaat analyseren op wat zijn dan Engelse elementen. Ja. Therese de Goede heeft zich gespecialiseerd in het basso continuo spelen. De regels van een correcte en creatieve begeleiding. Als ik deze twee noten zo voor jou speel, dan denk je dat ik een
20e eeuws avant-garde stuk voor klaversymbool. Komt in de buurt. Gaan spelen. Dit soort klanken werden ook echt in de 16e eeuw al zeer gewaardeerd. En dit boek bijvoorbeeld, daar vind je heel veel passages die gaan zo. Ik zal heel langzaam spelen om duidelijk te maken. Dus de passage in mijn linkerhand, die gaat even naar de F toe, maar speelt dan niet een vies. Dus die doet niet wat we heel normaal zouden vinden, hè? Kan je het ook nog ervaren? Stel, je bent een 21ste eeuwer, je kent die regels niet. Heb je dan het idee dat je dat kunt voelen, verschil? Zullen we dat eens testen? Ik heb hier een stukje voor uitgezocht. Ik speel twee regels, de eerste twee regels. En daarin komt dan die valse relatie een paar keer voor. En op grond van de herhaling ontstaan op sommige plaatsen dus die valse relatie. Het wringt een klein beetje. Nou, we zullen zien of het een klein beetje is, hè? Natuurlijk, nu, je speelt het zo duidelijk en je hebt het me uitgelegd. Mijn oren staan open. Ik heb je niet aangekeken op dat moment. Nee, maar ik hoor het wel. Ja. Ik ervaar het als een vorm van spanning. Ja. Snap je? Ja. Dat het iets aan het zoete of het vanzelfsprekende, dat wordt opengemaakt. Ja. En ja, dat vind ik wel heel aantrekkelijk. Ja. Het laatste voorbeeld, daar is het dus verticaal. Dus in één akkoord staat het boven elkaar. Dus dit is het. En dat is eigenlijk zeldzaam. Dit werd door de Italianen bijvoorbeeld in de 16e eeuw zonder meer afgekeurd. Dat was een no-no. No-go area. Maar de Italianen gaan het zelf ook doen in de loop van de 17e eeuw. En de Fransen gaan het ook doen. Dan heb ik ook begrepen dat het juist ook de buitenlanders zijn. Die Engeland die het kanaal oversteken, die komen in Engeland. En die veranderen weer het karakter van... Ja. Je zou zeggen, die Engelsen liggen voor. Dus die hebben iets naar Europa te brengen. Dat hangt eigenlijk af van hoe je er naar kijkt inderdaad. Want als je nou... een willekeurig jaartal neemt, laten we zeggen 1670 of zo. Dan, en je gaat kijken wat gebeurt er op dat moment in Italië, in Frankrijk, in Spanje en in Engeland. Dan kun je zien dat in Frankrijk bijvoorbeeld en Italië echt andere dingen gaan gebeuren. Heel andere dingen zelfs dan 50 jaar daarvoor. Dus een hele sterke verandering. Terwijl, ik zou zeggen, het is ook een beetje een kwestie van opvatting natuurlijk, dat de Engelsen... zijn gebleven in 1670, waar ze al waren, maar daar meer de grenzen van zijn gaan verkennen. Ze zijn niet echt een omslag gaan maken. Ze zijn dus ook nog niet in de tonale muziek aangekomen, waar de Italianen al en de Fransen al heel dichtbij zijn. Dat is ook een beetje de boodschap. Dat is ook wat zo mooi is van het hele verhaal van Boutenhaus. Want Boutenhaus is grotendeels door hugenoten die uit Frankrijk zijn gevlucht, gebouwd. Daniel Marot heeft daar gewerkt. En gaat over in handen van een Schotse familie. Dus wat is het nou Engels en Boutenhaus? Maar dat is precies wat we willen laten zien, die complexiteit. Het was niet eenvoudig om te reizen in de 16e en de 17e eeuw. Maar het gebeurde wel. En zo kwam er contact tot stand tussen de verschillende landen in Europa. Dat maakt nieuwsgierig. Zaten er toen al Engelsen in Nederland, en dan vooral in Utrecht, waar het oude muziekfestival plaatsvindt? Renger de Bruin is historicus. Hij weet alles van de geschiedenis van de Domstad. Wij staan hier op een historische plek. Wat is het precies waar we staan? Ja, dat kun je wel zeggen, Lex. We staan hier op de Mariaplaats. Ja. Genoemd naar de Mariakerk, een mooie middeleeuwse Romaanse kerk, die in de 19e eeuw is gesloopt. En plaatsgemaakt heeft voor het gebouw achter ons, het gebouw van kunst en wetenschappen, nu deel van het conservatorium. En in dat gebouw is nog een restant van de kerk bewaard gebleven. Okay. De grote ronde zaal, die diende voordat die kerk werd gesloopt als concertzaal in Utrecht. En dat stuk van het gebouw hebben ze bewaard en ingebouwd in dat gebouw van kunst en wetenschappen. Waarom hebben ze deze Mariakerk afgebroken eigenlijk? Nou, die was al jaren in verval, eigenlijk al sinds het eind van de 16e eeuw. Op een schilderij van Saanderdam zie je dat de bomen uit het dak groeien. En in het begin van de 19e eeuw was er voor vervallen kerken een enorme markt. Omdat die tufsteen, die konden ze vermalen tot terras. En dat is een cement wat tegen water kan. En al die kanalen die er toen werden aangelegd en die sluizen die werden gebouwd, daar konden ze een goede prijs voor die stenen krijgen om dat te vermalen. Nou staan we hier, Renger, omdat het festival Oude Muziek
aandacht besteed aan Engelse muziek. Hoe zit die relatie precies? Ja, die kerk is een tijd in gebruik geweest. Het gedeelte waar we nu staan, van de Engelstalige gereformeerde gemeente. Dus het Calvinisme was de officiële religie in Utrecht. En die Calvinistische gereformeerde diensten, die werden in 4 talen aangeboden. Het Nederlands, het Frans, het Hongaars en het Engels. En die Engelstalige gemeente, die zat hier in de Mariakerk. En was het een grote gemeente? Nee, dat was een hele kleine gemeente. Die werd bezocht door Engelstalige studenten, als James Boswell die hier studeerde. Schotten, met name Schotten, die studeerden hier nogal eens theologie. Maar die dienden ook vooral voor de Schotse militairen in het garnizoen. Dus het Nederlandse leger bestond voor een heel klein deel maar uit Nederlanders. Dus er was nog geen dienstplicht en Nederlanders hadden vaak geen zin om in het leger te dienen. En daar werden dus buitenlandse militairen voor aangetrokken, veel Duitsers, maar dus ook Schotten. Een vreemdelingenlegioen eigenlijk. Ja, een soort vreemdelingenlegioen. Ja. Maar het is natuurlijk grappig om je te realiseren dat de Engelsen nog niet de wereldheerschappij in handen hadden. Ze waren toen eigenlijk nog een hele kleine cultuur. Wat vonden die Britten, zoals je noemde net de naam van James Boswell die hier studeerde, wat vonden de Britten van Nederland toen ze hier kwamen? Ik vond het eigenlijk toch een beetje een raar land. Ja. James Boswell heeft hier toch een vrij ongelukkige tijd gehad. Hij vond het hier allemaal saai en akelig. Maar ja, er was natuurlijk ook niemand die Engels sprak. Bijna niemand. Hè. Dus bij die Anglicaanse kerk, in die Janskerk, daar schreef die stadssecretaris. Zij die Engels konden, zeiden dat het een Engelse preek was. Het was uitzonderlijk dat men Engels sprak. Maar ja, aan de andere kant, die Britten spraken goed Frans. Ja, ja. Dus iedereen sprak Frans. Iedereen sprak Frans. Ja. En je ziet dus Engels als taal, zie je pas in de 19e eeuw een beetje doordringen. Dus aan het eind van de 18e eeuw begint het onder de adel chic te worden om Engels te leren. Maar toch is het zo dat ze bij de vrede van Utrecht al een rol speelden, de Engelsen. Ja, op dat moment zijn ze dus net officieel Groot-Brittannië geworden in 1707, dus 5 jaar eerder. En zijn zij eigenlijk de grote overwinnaars van die onderhandelingen. Ja. Die zijn het begin van Britannia Rules the Waves. Dus daar begint het. Hier. Ja, dat begint hier in Utrecht. En de Nederlanders die zijn daar dus ook eigenlijk heel boos over. Die voelen zich dus door hun Britse bondgenoot in de steek gelaten. Ja. En die Britten die zitten dus iedere keer te konkelen met Fransen. En die gaan s'avonds laat bij elkaar op bezoek. Dus die bisschop van Bristol die zit dan bij kardinaal de Polignac aan de Oude Gracht. En of die Polignac die komt dus bij die Britten aan de Plompentorengracht. En dan zitten ze dus een beetje zitten ze het voor te koken. Het lijkt wel de Europese Unie. Ja. Ja, toch? Ja. Daar is het iets van. Well, here we are in the Buiten Library, surrounded by beautiful bookshelves and stacks of books. And this, in a way, is a very personal book. It's got the signature of Edward Montagu in his writing. 12th of May, 1582, he wrote it. Stel dat je je zou kunnen verplaatsen naar het begin van de 17e eeuw. Zou je dan vervreemd zijn? Wij, met onze 21ste eeuwse levenservaring en blik? Ja, totaal, denk ik. Totaal. Dat is gek, toch? Als we heel eerlijk willen zijn, moeten we zeggen dat we het gewoon niet weten. We maken een reconstructie op basis van bronnen, van geschreven woord, van afbeeldingen. Maar we hebben geen geluidopnames. Dus we weten niet hoe dichtbij we kunnen komen. En dat is ook een beetje de vraag dat nu gesteld wordt. Is het belangrijk om dichtbij te komen? En waarom is het belangrijk om dichtbij te komen? Ik persoonlijk vind het wel belangrijk. Maar elk oude muziekmens moet daar een beslissing over nemen. En daar zijn verschillende meningen erover. En nog één ding dan tot slot. Als je het zou kunnen destilleren, dat wat puur Engels is in de muziek, hè? Of, ja. Hoe zou jij dat dan karakteriseren? Nou, ik denk als we het over puur harmonische of technische dingen hebben, dat niet de boodschap is dat mensen horen willen. Als we het over hebben dat het bijvoorbeeld met de consortmuziek een huismuziekpraktijk was, dat mensen gewoon samen muziek maakten en dat ieder een interessant en ingewikkeld lijn had en dat lijnenspel samenkomt tot prachtige consortmuziek dat samengemaakt wordt. Dat is voor velen juist dat Engelse gevoel. En dan zou ik toch zeggen, wat is daar Engels aan? Want dat gebeurt bij alle polyfonie. Dus ik kan het niet beantwoorden.